Maar dat doet die koper niet, die neemt het schip af. Die naast elkaar bestaan en die eigenlijk niets met elkaar tussen aanhalingstekens dan te maken hebben. De koper erg zwaar heeft aangerekend dat er mogelijkheid was gegeven tot het doen van onderzoek en dat daarvan geen gebruik was gemaakt. Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom vanaf een bijzondere locatie. Echt zo'n locatie waar de Academie een beetje patent op heeft. Namelijk een bijzondere plek kiezen om met interessante gasten te gaan praten over juridische ontwikkelingen. Vandaag hebben we weer zo'n bijzondere plek. We zijn namelijk te gast bij de Universiteit Utrecht in het Academiegebouw, hartje van de stad. En we zitten in de Senaatzaal en we worden omringd door de rectores Magnifici. Die meervoudsvorm hebben we opgezocht en die schijnt te kloppen. Dus check het vooral ook thuis. Het is wel een man's world, hè? Als we hier naar al die portretten kijken die teruggaan tot begin 1800, zagen we. Ja, dat klopt, ja. Het zijn twee ook wel dames. Hele oude portretten. Oh, twee dames. Okay. Twee dames hebben we ontdekt. Femke Jansen, welkom. Dit is wel bekend terrein voor jou. Ja, dat klopt. Ik heb gestudeerd in Utrecht en in het Academiegebouw ooit mijn diploma in ontvangst genomen. Maar niet hier in deze zaal? Niet in deze zaal, nee. Nee, dat is een grotere zaal. Jullie kantoor, het kantoor waar jij werkt, zit ook in Utrecht van Diepen van der Kroef. Wat is de specialisatie? Breed, eigenlijk full service kantoor voor de ondernemers. Dat is wat ons kantoor doet. Hè? De vastgoed, huurrecht, arbeidsrecht, et cetera. En zelf houd ik me bezig met het ondernemingsrecht. En dan met name het M&E, de fusies en overnames. Fusies en overnames. Goed, je hebt een arrest van de Hoge Raad meegenomen van vorig jaar. En ik plak er maar als titel boven. Het gaat over een schip. Wat is hier aan de hand? Ja, wat is daar aan de hand? Het is vrij recent, uit mijn hoofd december vorig jaar, dus nog maar een paar maanden geleden. Die zaak gaat over de koop-verkoop van een ruim 100 jaar oud zeilcharterschip. Dat gaat mis, want anders wordt het geen zaak. Er is een koopovereenkomst gesloten en in die koopovereenkomst is opgenomen mogelijkheid voor de koper om tussen het tekenen van die overeenkomst en de levering van het schip onderzoek te doen naar de staat van dat schip. Maar dat doet die koper niet. Die neemt het schip af en gaat ermee varen of laat ermee varen. En dan blijkt dat het schip water maakt tijdens het varen. Nou, is niet goed. Dat schip wordt uit het water getild. Dat is niet goed. Dus dat schip wordt uit het water getild en de koper laat dan alsnog onderzoek doen door een expert. En dan blijkt dat er ernstige roestvorming en rotting zit in dat schip die al veel langer aanwezig is. Dus dat is geen nieuw probleem. De koper zegt dan tegen de verkoper, dat schip is non-conform, zoals dat zo mooi heet in de woorden van artikel 17 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. Dat schip bevat niet de eigenschappen die ik mocht verwachten bij een normaal gebruik daarvan. En die gaat daarover procederen. Denk je kat in het bakkie. Maar dat gaat toch mis, in ieder geval bij zowel de rechtbank als het hof. Waarom? Het hof zegt, koper, jij had zelf onderzoek moeten doen naar die eigenschappen van dat schip. En waarom? Het is een heel oud schip, ruim 100 jaar oud. De staat van de romp is van essentieel belang. Je had de mogelijkheid om onderzoek te doen, dat was je zelfs expliciet overeengekomen. En dat had je ook eigenlijk heel makkelijk kunnen doen. En als je dat had gedaan, dan had je er vrij eenvoudig achtergekomen dat dit niet goed was. Ja. Nou, ik denk wat mij betreft tot zover goed te volgen. Maar dan plakt het hof daar nog wat achteraan, want wat is er aan de hand? Die koper zegt, ja, verkoper, die wist dat schip water maakte, want dat was hem datzelfde jaar nog door zijn kapitein verteld. En dat had hij aan mij moeten vertellen. En het hof zegt, zelfs als die verkoper op dat punt een mededelingsplicht had, dan nog ontslaat jou dat koper niet van je onderzoeksplicht. En dat oordeel, met name van het Hof, gaat dan nat bij de Hoge Raad. Ik vind dat goed te volgen, omdat de Hoge Raad in eerdere uitspraken ook al heeft gezegd dat
een onderzoeksplicht van een koper niet aan de mededingingsplicht van een verkoper in de weg staat. Als er feiten zijn die de verkoper kent en waarvan hij weet dat ze belangrijk zijn, dan moet hij daar melding van maken. Dus eigenlijk gaat het over twee plichten die naast elkaar bestaan en die eigenlijk niets met elkaar tussen aanhalingstekens dan te maken hebben. Ja, juist heel veel. Het is echt een wisselwerking tussen die mededelingsplichten. Maar goed, dan begrijp ik niet goed. Ja. Want aan de ene kant heb je gewoon de mededelingsplicht en daar moet je aan voldoen. Ja. En daarnaast heb je de plicht om ook je onderzoek te doen. Ja, dat klopt. Maar de mate waarin je onderzoek moet doen is mede afhankelijk van de mededelingsplicht en de omvang daarvan. En andersom geldt dat ook. Dat klinkt misschien een beetje cryptisch, om het dan iets concreter te maken. Ja, laat ik het betrekken op mijn eigen praktijk, de overnamepraktijk. Daarin wordt eigenlijk altijd due diligence onderzoek gedaan, boekenonderzoek. Dat boekenonderzoek kleurt die mededelingsplicht en die onderzoeksplicht heel erg in. Wat gebeurt er dan in de praktijk? Verkoper die gooit eigenlijk zijn hele boekhouding in een digitale data room. En alles wat er dan in die data room staat, geldt als medegedeeld. En dan is het vervolgens aan die koper om daar onderzoek naar te doen. Kijken. Ja, en zeker als dat een professionele koper is, of een koper is die door professionele adviseurs wordt bijgestaan, dan wordt er ook echt wel wat van die koper verwacht. Verwacht dat die koper de juiste vragen stelt aan de verkoper. Omdat het niet altijd een verkoper is om te bedenken wat er misschien allemaal relevant kan zijn voor die koper. Dus het is aan de koper om de juiste vragen te stellen, de juiste stukken op te vragen en daar ook wat mee te doen. Die mededelingsplicht is dan dus veel beperkter dan, dan dat je alleen maar kunt zeggen, jij hebt verkoop, je moet alles wat relevant is aan mij vertellen. En dat geldt zeker in zekere mate nog steeds wel. Maar dan met name als de verkoper weet dat bepaalde informatie voor die koper belangrijk is en dat de koper die informatie nog niet kent. Of als die weet dat die koper eigenlijk van een verkeerde veronderstelling uitgaat. Ja, dan is het aan de verkoper wel om die koper daarover in te lichten. Wat is jouw verklaring voor het feit dat de Hoge Raad anders oordeelt dan de rechtbank en Hof? Een beetje flauw om te zeggen, maar de uitspraak van de Hoge Raad is helemaal niet baanbrekend. Het is namelijk heel erg in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad. Ik denk dat het Hof de koper erg zwaar heeft aangerekend dat er mogelijkheid was gegeven tot het doen van onderzoek en dat daarvan geen gebruik was gemaakt. Maar goed, daar slaat het Hof dan toch te ver door en doet het of het eigenlijk niet goed. Die hebben het wellicht dan te weinig juridisch bekeken en meer gewoon naar de omstandigheden beoordeeld. Ja, misschien. Wat betekent dit voor de praktijk? Voor de praktijk is het, wat ik zeg, breder is eigenlijk, dan een schip, niet een hele, hele nieuwe uitspraak, maar die mededelingsplicht en die onderzoeksplicht spelen een hele belangrijke rol in de overnamepraktijk. Wat je eigenlijk altijd ziet in overnamecontracten is dat boek 7, titel 1 van het BW wordt uitgesloten, de toepasselijkheid, dus die non-conformiteit. Die in de wet staat, die wordt weggeschreven. En in plaats daarvan komt een hele uitgebreide set garanties in de koopovereenkomsten terecht. Waarin staat waar die aandelen en die vennootschap allemaal aan moeten voldoen. Ook die garanties worden dan weer verder ingekleurd door het boekenonderzoek dat daaraan vooraf gaat. Want dan staat er eigenlijk ook bijna altijd standaard in zo'n overeenkomst. Als er een inbreuk is op een garantie, maar jij was bekend met die feiten en de omstandigheden die inbreuk opleveren door dat boekenonderzoek, dan kun je niet onder die garantie claimen. Ook die bepaling, dat lijkt misschien een beetje een boilerplate clausule, wat je altijd terugziet, maar die bestaat wel in verschillende gradaties, want je kunt dan zeggen, alleen maar de informatie die op een prima facie basis aan mij bekend was uit die dataroom geldt als bekendgemaakt. Maar je kunt ook zeggen, alles wat ergens in de krochten van die digitale kluis ligt, geldt als bekendgemaakt.
vraag me af nu of ik je vragen beantwoord. Het is wat, hoe er anders beoordeeld is in eerste instantie en uiteindelijk wat de hoge raad. Ja, en wat het belang is voor de praktijk, is dat nog steeds wel het credo dat de mededelingsplicht prevaleert boven de onderzoeksplicht. Dat geldt nog steeds. Zij het dat die contractueel zo ver wordt ingeperkt, dat die denk ik alleen nog maar ziet op feiten, wat ik al zei, feiten waarvan je weet als verkoper dat koper ze belangrijk vindt en dat hij ze niet kent. Die moet je expliciet mededelen. Als je weet dat de koper eigenlijk van verkeerde feiten uitgaat, dan moet je hem daar ook over inlichten. Misschien een beetje open deur, je mag ook niet jokken. Dus wat je aan feiten verstrekt moet ook kloppen. Het laatste is wel interessant, want je zou je ook een situatie kunnen voorstellen, wat wellicht hier ook het geval is geweest, dat je als verkoper bij jezelf denkt van ja, alles wat niet gevraagd wordt, meld ik dan maar blijkbaar niet. En ik zie wel wat er, of dat lek wat ik wel weet wat er is, of dat ooit echt problemen gaat opleveren. En is het zover, draai ik op voor dat je dat er een beetje gegokt wordt. Ik weet dat autoverkopers, tweedehands auto's, standaard 3 maanden garantie. Ja. Maar ze kijken nooit of dat allemaal wel klopt in die auto. Ze gokken er gewoon op. Ja, hebben ze pech en soms hebben ze geluk. Nou ja, weet je, als je het als verkoper ook niet weet, dan kan het je niet verweten worden. Maar als je als verkoper weet dat in dit geval een schip water maakt, dan moet je dat gewoon vertellen. En anders ga je daar wel op onderuit. En dat is bijvoorbeeld in het Engels recht, het Anglo-Saxisch recht, anders. Daar is het echt beperkt tot de garanties die expliciet worden gegeven. En in Nederland vinden we de goede trouw belangrijk en mag je niet oneerlijk zijn. Dus je moet ook weer goed opletten als je aan partijen buiten Nederland verkoopt of als koper iets aan een Nederlandse partij verkoopt. Ja. Omdat men vanuit een andere gedachtegang dat doet. Ja, zeker. Ik denk dat je als Nederlands jurist ook alleen maar moet adviseren overeenkomsten die naar Nederlands recht geschreven zijn. Dat lijkt me verstandig. Femke, missen we nog iets? Ja, ik realiseer me dat ik één aspect niet genoemd heb. En dat komt ook wel omdat de Hoge Raad dat niet expliciet meeneemt in zijn beoordeling. Maar wat de advocaat-generaal wel noemt in de conclusie. In die koopovereenkomst voor dat schip zit ook nog een bepaling die zegt dat de verkoper alle relevante informatie heeft medegedeeld of moet mededelen. Een soort algemene informatiegarantie. Daarvan zegt de advocaat-generaal, die speelt ook een rol bij de vraag hoe ver die mededelingsplicht, of eigenlijk is het een contractuele uitwerking van de mededelingsplicht. En dat is ook wel interessant, want ook dat is een bepaling die je in overnamecontracten bijna altijd terug ziet komen. Waarvan je misschien ook, als je niet veel ervaring mee hebt, denkt, ja, dat is zo'n standaard bepaling, kijk er niet eens meer naar. Ja. Maar dat is toch goed om dat wel te doen. Want je kunt het opschrijven dat alles wat relevant zou kunnen zijn voor een potentiële koper in alle aspecten moet worden medegedeeld. Dat is een hele ruime mededelingsplicht. En dan kun je als koper natuurlijk veel makkelijker nog iets aan ophangen. Weer heb je een haakje. Ja. Maar je kunt ook opschrijven dat je als verkoper alleen alles hebt medegedeeld waarnaar gevraagd is. En dat je dat allemaal eerlijk hebt verteld. En dat is heel erg verkopersvriendelijk. En in de praktijk, als je aan beide kanten ervaren adviseurs hebt zitten, zul je ergens in het midden uitkomen. Maar goed, soms kun je daar toch nog wel je voordeel mee doen. Nat opgaan of juist niet. Juist. Goed, dankjewel. Dankjewel voor je komst ook hier naar Utrecht. U thuis wijs ik nog op het bestaan van de website van de academie, avdr.nl. Daar staan veel meer van dit soort gesprekken op, dus ga ook daar eens rond struinen. Voor nu in ieder geval vanuit Utrecht, namens ons allen, bedankt voor het kijken naar dit gesprek.